Maarten Racing, ik weet dat we in Nederland alles bestuderen, maar dat we een docent, Animal Studies, televisiewetenschapper, Alex, kattenverklaarder hebben, dat had ik niet kunnen denken. Nou, mijn colleges gaan ook niet alleen over katten. Veel gelukkig, eerlijk zeggen, hoor. Dat valt wel mee. Nee, maar dit is, het mooie hiervan is dat de populariteit van kattenfilmpjes is gewoon de perfecte combinatie van een aantal toevallige natuurelementen en een aantal toevallige cultuurelementen. En ik ga je niks nieuws vertellen. Okay. Kijk, het begint ermee, hoe word je populair op het internet? Nou, daarvoor moet je populair worden bij mensen. Hoe doe je dat? Je moet een beetje iets minder dan een halve meter zijn. Je moet ronde vormen hebben. Je moet een groot hoofd hebben. Je moet grote, lekkere, sprekende ogen hebben. Je moet er eigenlijk een beetje uitzien als een baby. Als een baby. Ja. Nou, dus, en degene die daar het beste in geslaagd zijn, zijn honden en katten. Zo goed dat ze bij ons in huis zitten. Dat is de volgende stap, want dat is erg handig. We hebben ze de hele tijd dartels om ons heen. Dus op het moment dat we maar een filmpje willen maken, en dat willen we eigenlijk de hele tijd, en we hebben dat cameraatje de hele tijd bij, zijn ze er ook. Dus er is altijd wel, want dat doen de honden en katten, die doen rare dingen, er is altijd wel één filmpje waar dan iets raars in gebeurt. Nou, en daar begint het mee. De meeste kattenfilmpjes, die lijken eigenlijk op waar ooit reality tv een beetje mee begon. Het zijn korte filmpjes. Je ziet soms bijna niet, je moet soms even twee keer kijken van wat gebeurt precies. En dan zie je opeens iets raars, iets gruwelijks, iets mafs zie je gebeuren. En eigenlijk ben je op dat moment ben je even een voyeur in dat filmpje. Mooie enthousiasme. Je zit even te kijken en je denkt van, oh, goed dat mij dat niet overkomt. Ja. Nou zul jij als hondenman, zul je zeggen van, ja, maar wacht even, de hondenfilmpjes die ik zit te kijken, die zijn heel anders. Want bij een hond, anders dan bij een kat, kijk naar deze kat. Die kat is zich nergens meer van bewust. Welke kat? Ja, die kat, deze. Die kat van het laatste filmpje die in dat ding duikt. Oh ja, die is zich nergens meer van bewust. Nee, terwijl honden, maar honden zijn natuurlijk groepsdieren. Honden zijn zich voortdurend van allerlei dieren onder zich heen bewust. Want honden leven natuurlijk een roede in een roedel. En jij bent de alfa, dus een hond is zich voortdurend ervan bewust. Dus de hondenfilmpjes, de clue van hondenfilmpjes is dat ze in de camera kijken. Nou ja, niet in de camera, ze kijken naar jou als alfa. En ze spelen met jou. Dus de leukste hondenfilmpjes zijn de filmpjes waarin een hond iets uitvoert, iets doet of juist totaal er niet in slaagt. Waar hij niet op je let. Iets briljants doet wat je nooit bedacht hebt. Zoals dat hondje daarnet. Ja, precies. Maar een kat, daarvan is de lol dat hij zich nergens van bewust is. Nee, ook niet van dat geeft je het idee dat hij authentiek is. Die kat is echt. Daar kan je niet spelen. Nee, en Henry dus, de kat is ook niet aangeleerd. Wat is dat mooie van Henry? Ja, wacht even, nog even voordat Want de clue is dus, honden zijn leuk omdat ze met je communiceren. Ja. Katten zijn leuk omdat ze zich totaal niet van je eigenlijk wat Lise net zei, ja, dit, je gaat met een date en die jongen is een lul en daarom fascineert hij. Ja. Nu komt het. Dus kattenfilmpjes en hondenfilmpjes zijn totaal anders. Wat maakt kattenfilmpjes nu extra leuk? Ja, sorry Humberto, maar wat maakt ze extra leuk? Ja. Dat er ook nog slapstick in zit. Waarom? Omdat katten natuurlijk, en dat is gewoon puur natuurlijk, katten jagen door middel van een sprong en een paar rare bewegingen. Daarom zijn katten zo flexibel, hebben zo'n flexibel lijf, veel meer dan honden. Ja. Dus katten kunnen hele rare bewegingen maken, weten dat ook van zichzelf. Gaan allerlei rare dingen doen, allerlei rare toeren doen, waar wij ons helemaal suf om lachen. En dan komt het leukste, je weet dat er aan het eind altijd een happy end in zit. Want je weet, een kat komt altijd op zijn poten. Maar laat